In een loods van TSN op het industrieterrein Kleefse Waard zijn supporters van verschillende supportersgroepen van Vitesse bezig met een enorm spandoek. Het immense doek wordt zondag rond 12:30 uitgerold voor de Zuidtribune. Het is een doek voor Theo Bos. Ik had een idee in de auto. Ik hoorde dat hij ernstig ziek was. Toen had ik zoiets van, als voorzitter van de aftrap, heb ik de redactie en de bestuur bij elkaar geroepen. Ik heb mijn idee voorgedragen aan hun, met hun ideetjes erbij. Hebben we deze actie bedacht. En toen hebben we de SV benaderd, dus de sportvereniging, en het voorgelegd. En het bleek dus dat hun ook al met iets bezig waren. En zo is dit tot stand gekomen, dat we met samenwerking met de sportvereniging en de aftrap samen, dat we dit gaan realiseren voor zondag. Het is natuurlijk nog geheim wat het voor doek gaat worden, dat snap ik. Maar een klein tipje van de sluier? Nou, het heeft puur met Theo te maken. Laten we iedereen verrassen. En het wordt een mega gigantisch doek in het teken in verband dat hij zo ziek is. En er komt een sowieso iets met van Theo zelf op te staan. Dus laat iedereen zondag maar kijken. Ja, is het het grootste doek wat ooit gemaakt is? Qua hangend doek wel, ja. Hij is 40 meter bij 12. En we hadden ook zoiets van, moet groter worden als het Boni-doek die er geweest is. Want dat was wel een mooi indrukwekkend doek. Alleen wij hadden zoiets, het moet mooier en groter. En vandaar dat wij hadden zoiets van, de aftrap had zoiets van, hoe groot kun je gaan? En we hebben hun benaderd van de SV in dit. En maximaal ongeveer 40 meter. De Zuidtribune is 70, dus al 15 meter aan beide kanten over. En dit is gewoon indrukwekkend. Dat verdient hij ook. En vandaar dat ook in de krant stond dat dit doek gerealiseerd wordt. En wij roepen ook iedereen op om mee te doen aan de actie. Want in de vierde minuut, omdat hij in de rug nummer 4 had, had ik bedacht van, dat we gewoon in de vierde minuut zijn naam scanderen. En dat was een heel goed idee voor iedereen. En hij zei ook van, dat gaan we doen. En dat moet ook gerealiseerd worden. Beide heren zijn zeer te spreken over alle personen en bedrijven die belangeloos hun medewerking verlenen. Verder willen ze de spelers en technische staf bedanken voor hun bijdrage. Onbegrijpelijk, iedereen steunt de actie. Dus met deze Theo jongens, sterkte.